Deze driehoek is de hoeksteen van de wetenschap. Het is de fundering waarop de wetenschap eeuwenlang heeft kunnen ontwikkelen en ontplooien. De woorden en hun relatie ten opzichte van elkaar is te vergelijken met het checks and balances systeem van Montesquieu, die hij in de tijd van de verlichting bedacht heeft. Net zoals dat de wetgevende macht, uitvoerende macht en de rechterlijke macht elkaar voortdurend aan het controleren zijn, dat doen de woorden validiteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid ook. Die welvarende ontwikkeling van wetenschap heeft ons in de afgelopen decennia door laten breken naar ontelbaar nieuwe wetenschapsgebieden. En de meest onbegrijpelijke richting tot dato is waar we vandaag in zullen duiken: kwantummechanica. Maar voordat we daaraan beginnen, wil ik allereerst die drie begrippen, validiteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid, één voor één behandelen. Dan hebben we een goede basis voor wat ons daarna tegemoet komt. Oké, validiteit. Volgens deze fantastische definitie van Wikipedia betekent het als volgt. Validiteit of geldigheid is de mate waarin een test meet wat deze zou moeten meten. Bij het onderzoeken van de validiteit wordt gekeken naar de mate waarin de resultaten van een test en het te meten verschijnsel met elkaar overeenkomen. De validiteit is een gradatie. Het is niet zo dat de ene test valide is en de andere niet. Wel is de ene test meer valide dan de andere. Het gaat er dus om, stel dat je een experiment doet tijdens een onderzoek. De resultaten van het experiment moeten dan je onderzoek kunnen verklaren of beantwoorden. Het gaat er dan om in welke mate kan dit nou echt. In het plaatje dat je ziet gaat het er dan om hoe dikker die pijl is, hoe meer valide het onderzoek dan zou zijn. De dikte van die pijl zou je dan kunnen zien als de gradatie voor de validiteit. Ten tweede, het begrip betrouwbaarheid. Wanneer we het hebben over een wetenschappelijk onderzoek, betekent betrouwbaarheid de mate waarin een meting van een experiment of proef onafhankelijk is van toeval. Een onderzoek is dan minder betrouwbaar als de resultaten komen door een aantal toevallige factoren. Deze betrouwbaarheid kun je wel testen door te kijken naar hoe stabiel je metingen zijn. Wanneer er dan bij een onderzoek sprake zou zijn van stabiliteit, betekent het dat een meting bij herhaling telkens dezelfde uitkomst heeft. In de praktijk doen wetenschappers dit bijvoorbeeld door duplo- of triplometingen te doen. Daarnaast kun je bij de wetenschap ook nog iets zeggen over de betrouwbaarheid van de bronnen of citaten van een wetenschapper. Wanneer je over die betrouwbaarheid iets wilt zeggen, moet je kijken naar vier verschillende factoren. De auteur van de bron, wanneer de bron is gemaakt, waar de bron is gemaakt en wat voor soort bron het is. Ten slotte kun je de betrouwbaarheid van de bron op je onderzoek ook nog toetsen door te kijken naar wat het doel van de bron was. Ten derde het begrip nauwkeurigheid. Wederom heeft Wikipedia een geweldige definitie aan het woord gegeven wat ik zal gebruiken. In wetenschap, techniek, industrie en statistiek is nauwkeurigheid de graad van overeenstemming tussen een gemeten of berekende waarde en de daadwerkelijke ware waarde. Hoe groter de nauwkeurigheid, hoe kleiner de totale fout. Nauwkeurigheid bestaat uit precisie en juistheid. Nauwkeurigheid wordt dus onderverdeeld in de twee woorden juistheid en precisie. Om uit te leggen hoe dat dan werkt, doe ik dat aan de hand van dit plaatje. In dit plaatje zie je twee doelen. In het linkerdoel zie je dat de vier geraakte punten ver zijn van het midden. Ze hebben dus een lage juistheid. Dat komt door een grote systematische fout die ze dan hebben. Maar de vier punten zijn wel dicht bij elkaar. Dat betekent dat ze een grote precisie hebben. En dat komt door een kleine toevallige fout. Zoals ik aan het begin gezegd had, hebben deze drie begrippen ook nog relatie tot elkaar. Want ook als maar één begrip niet aanwezig is, valt de kracht van de fundering in elkaar en stort het hele principe dus ook. Genoeg over deze voorintroductie. Laten we het gaan hebben waarover deze opdracht nou echt gaat. Hoe betrouwbaar, nauwkeurig en valide was het onderzoek van Leo Kouwenhoven dat hij in het tijdschrift Nature in 2018 gepubliceerd had? Nou, wie is deze Leo Kouwenhoven eigenlijk? En waar ging zijn onderzoek over? Leo Kouwenhoven was geboren op 10 december 1963 in het plaatsje Pijnakker. Daar groeide hij op in een boerenbedrijf.
Nadat hij uitgeloot werd voor de studie diergeneeskunde, verkoos hij de studie natuurkunde aan TU Delft. In 1992 promoveerde hij cum laude. In 2007 ontving hij de Spinoza-prijs. Rond 2012 begon hij met onderzoek naar Majorana-deeltjes. In 2012 publiceerde hij ook zijn eerste paper waarin ze aangaven dat ze sterke aanwijzingen hadden dat ze dat deeltje hadden waargenomen. Vanaf dat moment bleef hij samen met zijn onderzoeksgroep veel papers schrijven en onderzoek doen over het deeltje. Totdat hij in 2018 een nieuw artikel in de Nature publiceerde waarin hij en zijn groep het definitieve bestaan van dat deeltje bevestigd hadden. Toen ontstond er een poosje later in 2020 opeens argwaan over dit artikel dat in 2018 gepubliceerd werd. Er kwam toen een onderzoekscommissie die het oorspronkelijke artikel volledig ging uitpluizen en aan de hand van nog niet gepubliceerde data over dat deeltje van die groep kwam er in 2021 uiteindelijk een conclusie waarin het artikel toen werd teruggetrokken. Wat de redenen daarvoor waren en waar Leo Kouwhoven met zijn groep dus in de mist ging, gaan we zo op in. Eerst wil ik weer wat voorwerk vertellen over kwantummechanica en die Majorana-deeltjes. Nou, wat is dat kwantumgebeuren nou eigenlijk? Kwantummechanica is een bepaalde theorie binnen de natuurkunde. Het moet dingen op de allerkleinste schaal van deeltjes kunnen beschrijven. De theorie is ook vrij recent tot stand gekomen. De 20e eeuw, om maar te zeggen. Maar wij kijken nu meer specifiek naar het maken van een kwantumcomputer. Dit zou een geniale computer moeten kunnen zijn. Kijk maar naar het volgende fragment van een documentaire over Leo Kouwhoven, die er wat meer over zegt. We zitten gevangen in onze werkelijkheid. De echte werkelijkheid kunnen wij niet waarnemen. Maar de natuur zelf gedraagt zich volgens de bizarre regels van die echte werkelijkheid. De kwantummechanica, waar een object bijvoorbeeld op twee verschillende plekken tegelijkertijd kan zijn. Met een kwantumcomputer zullen wij eindelijk ook kunnen rekenen zoals de natuur rekent, zoals de kosmos rekent. De rekenkracht zal ongekend zijn. Het doel van die experimenten met het Majorana-deeltje was dus om daar uiteindelijk dan een kwantumcomputer mee te maken. In het volgende fragment zie je Leo Kouwhoven bij Pauw en Witteman, waar hij dan uitlegt hoe ze op zoek zijn gegaan naar dat Majorana-deeltje. Leo Kouwhoven, van harte gefeliciteerd. Vandaag publiceerde het Blad Science een artikel met een baanbrekende ontdekking van u. U heeft al een keer de Spinoza-prijs gewonnen, dat is al niet niks. U wordt nu genoemd als kandidaat voor de Nobelprijs. U doet daar bescheiden over, maar of niet? Ja, zover is het nog niet. Nee. Het kan nog decennia duren. Maar de ontdekking is groot genoeg. En laten we daar het even over hebben. Het gaat om de zogenaamde Majorana-deeltjes. Ja. Kunt u uitleggen wat dat zijn? Ja, en daarvoor had ik eigenlijk een chipje meegebracht. Dat is een heel klein dingetje, maar de redactie vond het toch beter dat ik met het Duplo zou beginnen. Ja, dat is het niveau waarop wij normaal gesproken ook functioneren. Ja. En het is ook wel lastig om je het in te denken, want het gebeurt allemaal op de nanometerschaal. De nanometerschaal is de schaal van de atomen, de enkele moleculen. Dus dat is moeilijk om je voor te stellen. Maar met Duplo kunnen we misschien wel iets doen. Wat gebeurde was dat 2 jaar geleden waren een aantal theoretisch natuurkundigen, die kwamen uit met een voorstel van als je een juiste combinatie van verschillende materialen maakt, dan zouden in dat systeem, wel heel klein op de nanometerschaal, Majorana-deeltjes moeten verschijnen. En er waren 3 ingrediënten voor het materiaalsysteem. Je begint met een halfgeleider. En dit is dan, je moet dan een halfgeleider voorstellen, geel. Dat is een draad van halfgeleider. Wel heel dun, iets van 100 nanometer. En dat is, kun je dat ergens mee vergelijken? Met, van omvang? Nou ja, het is 1000 keer kleiner dan een haar. Dus 100 keer nanometer, dit draadje is 1000 keer kleiner dan een haar. En als we hier, als dit een haar zou zijn, of als het vergroot is een factor 1000. Dat is wel. Ja. Dus dat is een halfgeleider. En daar moest dan een metaal bij. En daar maken we aan deze kant een metaal. Bijvoorbeeld goud is een metaal dat wat gewoon elektriciteit geleidt. En daarmee kunnen we dus elektronen vanuit deze geleider, deze halfgeleider insturen. Die moet ook weer ergens uit.
En die gaan uit aan de andere kant, bijvoorbeeld hier. En dat hebben we allemaal bij elkaar gecombineerd. En het moeilijke was de laatste twee Duplo-stukjes. Mm-hmm. Want die blauwe materiaal, dat is een supergeleider, die moest er precies half overheen passen. En op de nanometerschaal. Mm-hmm. Ik kan het met Duplo-stukjes. De promovendi, die hier op de eerste rij zitten, die hebben dat dus gedaan met nanotechnologie. Dat die supergeleider dus half die halfgeleider ontdekt. Ja, dat is verwarrend. Ja. Supergeleider bedekt hem voor de helft. Maar waar zijn nou die Majorana-deeltjes? Ja, dus de voorspelling was van die theoreten dat als je dit op de juiste manier maakt, onder de juiste omstandigheden, dan zou hier één Majorana-deeltje verschijnen en die andere hier. Zo. En dan heb je een elektronisch systeem, want die kan dit elektrisch doormeten. Je kan hier een stroompje insturen, die loopt dan via die nanodraad, die halfgeleide nanodraad, en naar buiten via die supergeleider. En onderweg ziet hij dit Majorana-deeltje. En dat geeft een signaaltje af in onze elektrische meting. Dat hebben we volgens mij ook grafisch in beeld gebracht. Ja, en want dit is... Nou, okay. Uiteindelijk gebeurt het op een chipje. Ja. En ik weet niet of ik dat nog ergens... Dat gaat u nu zien. Ja, of ik dat in beeld kan houden. Ja, hier, gaat goed. Dus tegen de raads richten. Maar dat is... en hier gaan we inzoomen. Dus steeds verder inzoomen. En op een gegeven moment komen we dus op die nanometerschaal uit. Hier hebben we de nanodraad liggen, van boven naar beneden. En u ziet ook, dat ging heel snel. Je ziet ook dat, in ieder geval deze cartoon kan nog beter zien, dat die supergeleider bedekt hem voor de helft. En daar die twee balletjes zijn dan die twee Majorana-deeltjes. En voor links schieten we de elektronen in. Boom. Als hij de verkeerde energie heeft, of de verkeerde eigenschap van dat elektron, moet hij terug. Als hij de goede energie heeft, dan kan hij naar dat Majorana-deeltje toe. En daar eigenlijk... zich opsplitsen in twee deeltjes, dat zijn Cooperparen, die in de supergeleider verdwijnen en een klein elektrisch stroompje geven. Nu dat ik dat allemaal heb uitgelegd, laten we eens dieper ingaan op dat paper van Leo Kouwhoven die hij in 2018 gepubliceerd had. Hier zie je het. Die paper had hij samen met een hele hoop andere mensen gemaakt. De naam van die paper is Quantized Majorana Conductance. Je ziet dat de paper eigenlijk inhoudelijk maar 5 pagina's lang is. Maar dat komt omdat er aan het einde nog een hele hoop pagina's zijn die gaan over extra toelichting bij de metingen en grafieken. Zoals je verder ziet, bevat deze paper veel verschillende data van experimenten die ze gedaan hebben. Deze experimenten hebben ze allemaal met deze high-end apparatuur gemaakt, die veel geld kostte. Die experimenten waren ook niet zeker makkelijk te doen, integendeel juist heel lastig. Omdat je de Majorana-deeltjes alleen onder zeer specifieke omstandigheden kon waarnemen of detecteren. Aan het einde van de paper zie je ook nog een hele hoop citaten waarvan dit onderzoek naar gerefereerd heeft. Waar lag nou uiteindelijk de fout? Het begon eigenlijk allemaal pas toen de paper gepubliceerd was. Een aantal van de vroegere medewerkers, Vincent Moerik en Sergei Frolov, ontdekte dat ze met dezelfde meetgegevens op hele andere uitkomsten stuitten. Vincent en Sergei waren niet tevreden op de manier waarop de onderzoeksgroep hun kritiek afhandelde en stapten vervolgens naar de Nature. Al die tijd bleef Kouwhoven vast bij zijn oorspronkelijke claims dat ze het deeltje gevonden hadden. Later zegt Kouwhoven zelf nog dat een van de technische problemen die we ontdekten was een afstellingsfout in een versterker in de onderzoeksopstelling. Deze fout had dan uiteindelijk implicaties op alle waarden van de grafieken. Maar de onderzoekscommissie vond dat dat niet de enige fout was. De onderzoekscommissie kreeg voor een onderzoek op het paper van Leo Kouwhoven van 2018 namelijk ook nog extra niet eerder gepubliceerde ruwe data. Daar vonden ze dat de onderzoekers metingen selecteerden waar een gedrag te zien is dat lijkt op wat je verwacht van Majorana's. Na al de kritiek van de klokkenluiders en de druk van de wetenschapswereld trok de onderzoeksgroep hun paper uit de Nature terug. Nu gaan we kijken naar de paper die de onderzoekscommissie in 2021 gepubliceerd had. Hier zie je hem. Het interessantste om te zien is eigenlijk bij de grafieken en de diagrammen. Hier zie je een plaatje van wat data. In het middelste plaatje zie je hoe die data in de oorspronkelijke paper was. En in het plaatje ernaast zie je hoe de rauwe data die de onderzoekscommissie kreeg, eigenlijk hoort te zijn. Een duidelijk visueel verschil. Hier zie je nog een plaatje van wat data.
In het bovenste plaatje zie je weer wat in de oorspronkelijke paper stond. En in het onderste plaatje de daadwerkelijke data die de onderzoekscommissie kreeg. Hier hadden de onderzoekers dus echt data ook weggelaten. Het weglaten van een deel van die metingen was volgens Kouwenhoven het resultaat van een correctie, een focus op de metingen die het meest interessant waren. Iets wat ik volstrekt onlogisch vind. De conclusie van de onderzoekscommissie was het volgende. De auteurs van de papers hadden data geselecteerd om het fenomeen wat ze aan het onderzoeken waren te ondersteunen. Het is eigenlijk een klassiek voorbeeld van confirmation bias. Dat is de neiging om aandacht en waarde te hechten aan informatie die de eigen ideeën overtuigen of hypotheses bevestigt. Verder vindt de commissie dat er geen reden is om de auteurs ervan te beschuldigen dit met opzet gedaan te hebben. Dat komt door de discussie die de twee groepen met elkaar gevoerd hadden. De commissie vindt de meest plausibele oplossing dat de auteurs gewoon zo enthousiast met hun werk bezig waren dat ze in the heat of the moment geblendeerd werden door hun eigen data die eigenlijk niet klopte om hun doel van het aantonen van het Mariana-deeltje te bereiken. De commissie vindt dus ook niet dat Kouwenhovens onderzoek bevestigt dat de groep het deeltje daadwerkelijk had gevonden. Maar wat zegt het nou over de betrouwbaarheid, validiteit en nauwkeurigheid? Dat is eigenlijk waar deze video allemaal over gaat. Het was dus zo dat de groep met de rauwe data die ze hadden eigenlijk niet hun onderzoeksdoel volledig konden aantonen. Het aantonen van het Majorana-deeltje. Daarom hadden ze die data gemanipuleerd. Door die datamanipulatie kun je zeggen dat het onderzoek eigenlijk helemaal niet meer valide kon zijn. Ook al dus voordat ze überhaupt gemanipuleerd hadden. Over de betrouwbaarheid is het lastig om te zeggen wat de toevalligheid was die de onderzoekers bij een onderzoek hadden. De resultaten komen niet per direct door toevallige factoren. Maar wat wel duidelijk is te zeggen, dat toen de andere vroegere wetenschappers, Vincent en Sergey, met dezelfde data ook het bewijs wilden aantonen, op iets anders aankwamen, dat de stabiliteit van het onderzoek toen in rook was opgegaan. Ten slotte, over de nauwkeurigheid kun je zeggen dat de data wel allemaal dicht bij elkaar zat. Er was een kleine toevallige fout. Maar de data ondersteunde niet altijd 100% hetgeen wat de onderzoek wilde. Er was dus een grotere, systematische fout. Maar dat kun je de onderzoekers ook niet echt verwijten. Het onderzoek wat ze aan het doen waren was namelijk ook heel precies, exact en revolutionair. Desalniettemin losten Leo Kouwenhoven en zijn groep die fout op door de data in de 2018 publicatie achter te laten. Dat was dus fout. Je zou dus kunnen zeggen dat de driehoek die de fundering van de wetenschap moest zijn bij dit onderzoek ten gronde was gegaan. De aftermath voor Leo Kouwenhoven was ernstig. Als wetenschapper heeft hij namelijk veel geloofswaardigheid verloren. Dit heeft zijn imago als prestigieuze wetenschapper enorm geschaad. De media had hem tenslotte namelijk, kun je hier zien, ook zeker niet gespaard. Dit is het einde van het verhaal over een te ambitieuze wetenschapper die te dicht naar de zon vloog om de Nobelprijs te winnen en nu vallend uit de lucht zijn reputatie moet oppakken.